Wat ik eigenlijk al dacht, dat daar pas middags bezig waren, midden in de middag. Super tof dat je kijkt naar Gloedeel Vlog. Mijn naam is Van der Pad, zoals iedereen weet. Ik ga zo meteen even weg, waarin maak ik even niet uit. Gaan we even iets regelen, in ieder geval, dat is één. En ik gooi even vast lekker gordijnen open. Rick kwam ook wel zo naar mij toe. En net even lekker een bakje koffie op. En nu even lekker wakker worden. En dan gaan we richting centrum. Even wat dingen regelen. Met z'n tweeën. Maar wat is nog verrassing? Dat gaan jullie nu al binnenkort zelf zien. Dus. Ja, heerlijk wacht. Wat is dat nou? Ineens daar lint. What the fuck? Daar zo. Daar loopt helemaal door tot daar. Wauw, oké. Okay. Bizar. Maar ja, ik ga even lekker wakker worden. Ik ga voor de rest wel zien wat er gaat gebeuren in ieder geval. En we gaan nu richting het centrum. We zijn weer thuis en we zijn net weg geweest. En ik weet nou waar die lint voor is. Want daar staat een bord. En er staat erbij dat ze oefeningen gaan doen. Please dat oefeningen gaan doen. En dat best een heftig geweld kan gebruikt worden. Maar wanneer... weet ik niet. Het lijkt me echt wel interessant om te zien. Want alle auto's moeten daar ook allemaal weg. Al die auto's die daar staan, moeten allemaal weg. Dus ja, dat heb ik gehoord gekregen. En ik ga nu even lekker bijkomen. En even lekker relaxen. Het is net half één geweest. En ik ga nu even lekker een bak koffie drinken. En deze was hem al opruimen. Dus dat gaan we nu even maar lekker doen. Dat is ook weer gedaan en ik ga nu even lekker weer wat koffie zetten en dan gelijk ga ik weer een was ingooien. Maar ga ik even kijken welke was. Dus in ieder geval denk bedgoed of witte was. Ja, denk wel witte was. Want dat moet ook wel gebeuren. Zo, even kijken, deze aan de kant. Hoppakee. Hop. Dat is de witte was. Moet ook maar erin. En dan ga ik hem maar aanzetten. Zo, gebruik deze dopje. En deze moet ik ook hebben. En dan kan ik deze ingieten hierin. Hoppakee. En dan ook nog deze. En dan zet ik hem op. Valt bijna om. 40 graden en dan ga ik dat even wassen. En dan kan deze twee even in de was, want deze heb ik nog niet gebruikt. Hoppakee. En dan ga ik dan maar even wachten. En maar lekker een bakje koffie zetten. Waar mijn bezig was. Ja, en ik zie ze nog steeds niet, de politie, want ze gaan daar bij de gemeentehuis gaan ze oefeningen doen, maar ik zie nog niks, dus misschien dat halverwege middag gaat gebeuren, maar dat ga ik wel zien, ik hoop dat ik kan zien in ieder geval, kan ik laten zien ook misschien, dus ja. Wat ik eigenlijk al dacht, dat daar pas middags bezig waren, midden in de middag, en ik ben lekker gegeten en ik heb even batterijen gekocht. AA batterijen, band, mijn scheerapparaat, ik heb zo, ik kan het gelijk even laten zien, een scheerapparaat, en dat is deze, maar die horen AA batterijen erin, en deze is niet echt vol meer,
Dus vandaar dat ik een nieuwe heb gehaald. Dus, en ik heb net een lekker wasje gedraaid vanochtend. En dat ga ik nu lekker even opvouwen. En die zit hier allemaal hierin. En wordt nu opgevouwd. Opgehangen, bedoel, opgevouwd, opgehangen natuurlijk. Dus dat ga ik zo meteen even laten zien. Dus ik was zo neer. En ik vergeet weer. Ik was al vanmiddag van plan, hierna van plan naar de winkel te gaan. Maar dan vergeet ik weer een paar dingen mee te nemen wat hier ligt. Maar dat komt later wel. Als maar voor 27 maart mei gebeurd is. En dan ga ik er even kopjes even wat allemaal terug neerzetten. Zo. Want die moet opgeruimd worden. En wat ik sowieso ook ga doen is even omspoelen. Wel verstandig. En vanavond is als het goed is voetbalwedstrijd. Laatste wedstrijd van de Eredivisie. En ik zit nu pas achter te komen, ben op iets, net vandaag al iets achtergekomen dat als het goed is jullie bezig zijn met examens. Ik wil jullie allemaal die nu examen hebben, allemaal even sterkte wensen, succes wensen met je examen. Ga ervoor, laat even weten in de reacties hoe het gaat. En ik ben benieuwd. En ga ik zo meteen even een beetje bijwerken denk ik met mijn baardje, om zo te zeggen. Want ik vind het altijd leuk om zo'n lijntje te hebben. En dit ook wel leuk. Dus. Maar dan gaan we nu even lekker muziek aanzetten. Bij te komen. En een beetje hier denk ik een beetje opruimen. Dat ik het ook wel even ga doen. Dus laten we dat even doen. En eerst die was. Turn toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. De was is weer klaar en ik ben lekker fijn aan het kijken. Allerlaatste wedstrijd van de competitie, heel seizoen. En dan gaan ze volgend jaar weer natuurlijk verder. Volgens mij ergens in augustus, als ik goed heb. Of nee, ik zou niet weten, mensen worden nog bekendgemaakt. Maar wij gaan even de was. Gaan we even uitruimen. Eerst die deze dingen aan de kant had gezegd. Oh, hoppakee. Dat is ook weer gebeurd. Lekker alles schoon. Alleen als het goed is, die bekertje zit er nog in. Maar ja, waar is die nou weer? Dat weet ik weer niet. Oh. Ja, daar zo. Daar, deze zocht ik. En dan ga ik dat maar even lekker nu opruimen. En dan is het goed dat de laatste lekker laatste was. Dus. En dan gaat deze weer ervoor en dan ga ik dat opvouwen. Zet ik hem even eerst hier neer en zet de camera neer en dan gaan we het even ophangen. En ik ben een lekker tijdje nog wakker en ik heb heel veel dingen een beetje relaxen. Een beetje met Rick gepraat. Ben ik af en toe een paar keer heen en weer geweest. Gewoon even een paar dingen bespreken. En wat ik nu ga doen is lekker mijn bedje in en lekker slapen. Wat ik eigenlijk tegen jullie wil zeggen. Jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blauw duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Stop toch zo als je hier beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in een groene heel vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij la. Dus. Zo, ik ben lekker klaar met werken en ik ga lekker richting huis. Ik ga zo meteen even lekker eten, moet ook weer gebeuren. En wat is trouwens prachtig weer. Ik zeg het heel vaak. Maar ik denk dat nu letterlijk alleen maar meer zomer gaat worden.